hoe is het zo gekomen in de tijd, meneer Van der Pop, dat u bij SV bent terechtgekomen? Nou, dat was heel, heel gemakkelijk. Ja. Want je had de auto en die bracht de kinderen weg en je ging ermee mee. Ja. Als, gewoon als toezien voogd, ook niet. Gewoon, je vader, mijn vader gaat mee, die rijdt wel. Ja, die rijdt wel. De eerste was Hans die hier kwam voetballen? En Hans die was de eerste die hier bij SV kwam voetballen. Ja. En daarna kwam Roel. Ja. En Jan die kwam daarna en toen Bart. En een jaar of wat had ik meegereden, zaterdags, even de jongens wegbrengen. Wij werkten nog en dan ging ze, als ik de spitters ging, ze weer terughalen. Oké, okay. Ja. Je werkt op zaterdag en dan tussen neus en lippen door even de jongens wegbrengen. Ja. Wil je geen jeugdleider worden? Dus nou ja, toen moest ik vooral mijn lid worden. Zo is dat zo gerold. Maar ja. U was natuurlijk met uw verhuisbedrijf. Was je natuurlijk ook hier zo nogal gewild dat u af en toe de jongens is vervoerde of nog eens? Ook ja. Ik ben de vrachtwagen naar toernooi, jongens, allemaal je bekken dicht, want als je warm gehouden wordt, dan moet je er. Ja, 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 ja. Dat was het toen. En wat me ook nog bij staat, de oude kranten ophalen? Oude kranten heb ik ook een paar jaar gedaan. Dat was eens in de maand? Eens in de maand. De laatste tijd, toen werden de kranten duurd, hadden we op een avond, een paar avonden dan, hadden we elke avond zo dik 1000 gulden aan kranten. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer Van der Pot. Zeg, word jij gestuurd of kom je uit jezelf? Ik kom helemaal uit mezelf. Dat is erg bij de hand van je. He? Ja. Maar ja, zo ben je er even. Het is alweer veel te lang geleden dat ik langs ben geweest. De laatste keer ben je nog geweest. Ja, maar dat is alweer lang geleden hoor. Dat denk ik, dat was de laatste keer. Ja, dat was de laatste keer. Ja. Weet je niet binnenkomen als je langs komt? Nee. Dan moet ik toch vragen, mag ik even binnenkomen? Dat zou ik zeggen, komt dat wel vriendelijk binnen. Ik heb nu de eitjes bij. Ja, dat gaat ook gewoon. Er zit één kneusje bij. Dus ik heb nu het gelukkige paar heb ik hier op. Hartelijk dank. Op de plaat. Hoeveel jaar getrouwd was dat weer? Bijna 67 jaar. 67, jongen. En 67 het jaar. Wordt 68. 7 februari. 68. Ja. Ik weet nog wel dat toen was de burgemeester geweest of zo. En, was dat met 65? Nee, ik kreeg een dan brief? Een stukje. 65. Okay. Nee, 65. Dat hebben we. 60. Ja. 60 hebben we gevierd. Met 60, ja. Ja. En dan wat ik altijd van u zo mooi vind, dat je eigen tanden nog hebt. Ik heb ze zelf betaald. Ja, ik word heel man. Ja. Geloof toch maar niks. Altijd gezond gegeten. Ja, ik heb ze zelf en niet betaald. Gesnoept, hè? Niet gesnoept. Ik heb ze zelf. Nee. Ze zijn ook betaald. Van je. Ja, ja, dat tuurlijk. Is waar. Heel leuk. Ja. Zo, meneer Van der Pot, ja, u volgt de club nog een beetje via de filmpjes, geloof ik. Hè? De filmpjes, ja. En het blaadje. Wat krantje? Krantje. Nou ja, krantjes zijn maar meer blaadjes. Hoor. Krantjes zijn er meer. En van Piet van Wijk, daar hoor je ook nog wat van zeggen. En van Piet van Wijk hoor ik elke week beleven. Het gebeurt wel een heel enkele keer dat ik het vergeet. Nee, maar jullie hebben nog wel contact met elkaar. Nou ja. Met telefoons. Okay. Maar ik zie ook nog wat op tafel liggen, wat buiten die film. Daar ligt de presentatiegids geloof ik. Ja, dat is het. Ja, die heb ik toevallig gisteren gekregen. Oh. Ja, vanwege het bedrijf hoor. Daar kreeg ik een envelop met 6 blaadjes. Ja. Ik neem aan dat er één van mij bij was. Oké. Dat we doen daar, dat is deze. Ja, zie je het. Nou ja, dat is ja, ik ga er wel vanuit dat het heel mooi is hoor. Ja, mag meer dan dat. Maar goed, verder gaat het de omstandigheden goed, heb ik begrepen. De omstandigheden, als je in de gaten houdt, gaat het redelijk wel. Ja. Ja, toch een hele tijd niet op de club geweest, hè? Daarom, ja, nou, dat ouderdom, ik bedoel, als ik er ben, het is me te druk. Maar ik zou wel willen, hoor, maar dat gaat er niet. Maar het lukt gewoon niet. Nee. En ik heb mijn auto ook weggedaan. Ik word er ook ineens zat weg. Ja. Mijn rijbewijs heb ik nog wel, dus als je auto voor me hebt, dan... Dus eigenlijk hou je gewoon een cent over natuurlijk, geen benzine, geen wegenbelasting. Heb je ook wel nodig, die wat de club ook. Nou, daarom nou, bent u ook al een behoorlijke tijd vriend van de vrienden van, hè? Want ja, dat doe ik ook al, maar de enige tijd, ja. Hoe lang weet ik niet, maar het zal wel een dag of 14, langer dan 14 dagen. Ja, denk het ook wel. Het lopen is wat minder, ik begrijp. Het lopen wordt moeilijk. Ja. Maar voetbal is ook niet meer gaan, dat hoef ik ook niet meer te proberen. Nee.
Een balletje schoppen misschien, maar ik laat het maar niet proberen. Maar gelukkig, want dat voetbal moet ik niet proberen. Maar daar heb je allemaal kinderen voor, kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen. Ja, die, ja, dat hebben we gezien. Die zijn hier zelfs op die film te bewonderen. Sander, ja. Sandertje. Ja, Sander, ja. Ja. Nou ja. Nou, pittig ventje. Ja, dat is leuk. Ja. Ja, u hebt natuurlijk ook een hele lieve vrouw die voor u... Nou, lief. Ja. Dat is weer wat anders. Ja. Nou, als ik hem een keer spreek, heeft hij het altijd over u. Ja, maar ik hou van jullie. En vooral die racepartijen met de scootmobiel door de stad. Huh? Ja, die racemobiel. Die als racemobiel. Ik die niet had, dat zijn mijn vleugeltjes. Ja. Maandje of zes nog, hè? Dan staat er iets belangrijks te gebeuren. Ja, dat ligt om hoe de omstandigheden zijn. Ja, als de omstandigheden goed zijn. Als de omstandigheden goed zijn... 100 jaar of dan bestaat de zaak 100 jaar. 100 jaar. En daarbij ben ik als jongste bediende, mag ik nog even bij de telefoon zitten. Nog steeds aan de telefoon? Aan de telefoon. En nu dat als ik zo bij elkaar reken, dan doe ik dan bij het bedrijf mee, dat ik een beetje meeloop, hoor, op mijn manier, doe ik dat zo ongeveer 72 jaar. Bent u 17e begonnen? Ik was 15 begonnen. En ik word nu hoop ik 92 te worden. Dat is ongeveer 77 jaar. Ja. Nou, dus. Dat is toch niet gek dat je nog steeds op de loonlijst staat dan? De loonlijst? Ja, met die telefoondienst. Nee, dit is liefdewerk. Ja, dat snap ik ook wel. En ik ben nog lekker bezig en er lekker bij betrokken. Ik ben er nog bij betrokken, ja. En dat vind ik heel wat waard. Ja. Nou. Je af en toe een leuke ouderwetse klantjes nog en dan, dan kan je nog zo eens... En je hebt speciaal klant die... Nee, dan naar je vader toe. Nou, meneer Van der Pot, nou leuk dat... Ik vond het ook zeer aangenaam, Dit allemaal te horen, maar en wil u nou nog iemand te groeten doen? Allemaal. Iedereen? Iedereen, wat bekend of onbekend. Ja. Oh, oké. Okay. Ik bedoel, de tijd dat ik er kwam, Hans ging voor het eerst voetballen, toen kwam ik daar. Ja. En die was een jaar of 10. Hans was topscorer, hè, in de B'er. Hans is top. Hij maakte veel doelpunten, hè? Ja. Want hij vertelt dat wel eens aan een tafeltje met die oud-gediende, en dan geloven ze hem niet. Ja. Hij maakte er wel 40 in het seizoen. Ja, Jan Hans. Hans kon goed schieten. Ja. Hij heeft lekker de kracht in de pootjes. Nou ja. Nou, en nog steeds, hè? Nog steeds voetballen en fluiten. Dus, En jij ook nog fluiten begeleid? Ik fluit nog, ja. Voetballen gaat niet meer zo. Maar goed. Nee, bedoel. Nee. Kan je de bal niet zien? Nee. Ja, maar... Ze kwam wel. Alleen als er leuke feestjes waren. Haringen, diner of een ander dingetje. Dan was er wel present. Dat was moe aanwezig. Ja, dat was maar met voetballen was ze afwezig. Ja, maar was toch de vrouw achter, het was goed van al die gasten. Zeker weten. Ja, dat zeker weten. Ja, natuurlijk. Nou, het was gezellig. En bedankt voor dit gesprek. Helemaal geen dank, het is graag gedaan. En jij ook bedankt, Leo. Heel veel succes met jullie werk wat je ermee doet. Ja, dank. Adios. Amico. Amico.